Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. Ja Jan, je bent hier nou 2 jaar wethouder, ongeveer ruim 2,5 jaar volgens mij. En je komt uit Amsterdam. Nou, dat ziet er heel anders uit dan deze polder. Wat beleef jij hier nu in deze omgeving? Ik vind dit echt een heel bijzondere plek. Ik heb het bij toeval wel haast ontdekt en kom hier echt met enige regelmaat terug. En dat is om te genieten van de landschapskunst. Er staan hier echt een paar fantastische kunstwerken die alleen maar op een plek kunnen worden gemaakt waar je zoveel ruimte hebt als dat je hier hebt. Er is hier een prachtig labyrint, een stukje verderop, helemaal in het groen. Er is daar verderop staan over 100 jaar 100 bomen. En onder elke boom, elk jaar wordt daar een nieuwe boom geplant en daar wordt wat onder begraven. En na een eeuw hebben we al die bomen daar bij elkaar staan. Ook dat is een prachtig kunstwerk. En tegelijkertijd is dit voor mij, zegt het iets over de maakbaarheid van het Flevolandse landschap. Het is natuurlijk in een aantal decennia maar is het uit de grond gestampt, om het zomaar te noemen. Nou, dat vind ik ook een heel fascinerend aspect, dat je dat landschap dus gewoon helemaal zelf gemaakt hebt als mens. Dat is toch heel bijzonder. En tegelijkertijd is het die enorme rijkdom van bos die hier is, waar je kunt lopen, waar je kunt sporten, waar je de natuur kunt ontdekken. Nou, hier komen gewoon heel veel van die mooie dingen van Flevoland bij elkaar. We hadden het er net over de ecologische waarde van de plek, et cetera. Maar deze plek, ik zie het aan jou, maakt jou ook trots. Maar het heeft ook andere waardes. Recreatieve waarden, maatschappelijke waarden. Kan je daar nog even verder op inzoomen? Wat ik mooi vind van het museumbos is dat het voor mij identiteit geeft aan de stad en een bron van trots is voor de stad, of in ieder geval zou kunnen zijn. Omdat het markeert de eigenheid. Wij zijn niet een plekkie, wij zijn een trotse stad in de polder. En we hebben die plek hebben we zelf gemaakt in nog geen halve eeuw. Een plek die niet alleen maar een verzameling huizen is, maar die ook dit hele bijzondere kunstwerk is. De stad in zichzelf is een kunstwerk, maar deze plek is dat ook. En het landschap van Flevoland is ook een kunstwerk. Zelfs als het in het eerste gezicht een saai productiebos is, is het toch nog steeds dat kunstwerk wat we zelf gemaakt hebben. Daar zitten ook heel veel redenen om trots te zijn op wie we zijn, wat we zijn en waar we zijn. Wat maakt nou iemand bijzonder als wethouder ruimtelijke kwaliteit en landschap? Heb je daar iets voor nodig? Wat is het? Ik vind het nog best een moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Want het gaat er niet om dat je een hele uitgesproken opvatting hebt over wat nou precies een mooi landschap is. Want dat is toch heel erg een kwestie van smaak. Ik denk dat het er veel meer om gaat dat je realiseert wat de waarde van het landschap is. Dat als het landschap verrommelt, dat het niet goed is. Dat het iets doet met de uitstraling, de beleving van mensen, de aantrekkelijkheid voor bedrijven. En dat het dus van waarde is om ervoor te zorgen dat er kwaliteit in dat landschap zit. Hoe kunnen wij samenwerken als gemeente en provincie om ook het landschap voor de toekomst in orde te krijgen? Nou, ik denk dat het er heel erg over gaat dat je met elkaar, zou ik bijna zeggen, de lange lijnen ziet. Letterlijk de lange lijnen in het Flevolandse landschap. Want die kunnen wij allemaal, ieder voor zich, op onze eigen manier behoorlijk verpesten. Maar dat we ons in gezamenlijkheid realiseren dat die mede dat landschap zo bepalen. Dus ik denk dat daar de samenwerking heel erg in gelegen kan zijn. Dat dat echt gezien wordt als een gezamenlijke doelstelling om dat te verstevigen en in stand te houden. En ik denk dat samenwerking toch ook kan gaan over het uitwisselen van ideeën en van kennis. We staan hier in een fantastisch landschap met de bergen op de achtergrond. Maar we weten ook, er gaat heel veel veranderen. Flevoland heeft een bod gedaan aan het kabinet van minimaal 100.000 woningen te bouwen. Waarvan het merendeel toch in Almere gaat komen. Pampus bijvoorbeeld, maar ook binnenstedelijke verdichting. Maar wat betekent dat nou voor het landschap? Want dat betekent heel veel stenen erbij. En wat betekent dat nou voor de landschappelijke kwaliteit en de opbouw van Almere?
Oosterwold is een, bij uitstek is een bijzonder landschap en is tegelijkertijd ook gewoon de vrucht van de ambitie om woningen te realiseren. Maar net zo goed als Almere Duin dat is. Opeens in de polder staan daar woningen midden in de duinen. En dat levert in zichzelf ook een landschap op. Met andere woorden, als je ervan bewust bent dat je met woningen ook landschap kunt maken, dan kun je dus ook een heel mooi landschap maken. En Almere is ooit opgezet, en het is het nog steeds overigens, als groene stad met groene lobben door de stad heen. En als je die kenmerkende identiteit weet te bewaren als wethouder, landschap, ruimtelijke kwaliteit, samen met jouw collega's, dan ben je volgens mij daar ook in geslaagd. Zo is het. Ik denk ook dat dat, wat dat betreft, is het behouden van de kwaliteit van het landschap en tegelijkertijd het ontwikkelen van de kwaliteit van het landschap een opdracht niet alleen maar van mij, maar van een heel college.